schatdepot van regio Kortrijk. Hier worden eigenlijk alle schatten uit de regio bewaard van vroeger. En we zijn hier bij de Merklappen, uit de collectie van textuur, het Museum van Textiel en Vlas in Kortrijk. We zullen er een paar tonen. Merklappen zijn eigenlijk lapjes stof waar vroeger de meisjes hun handwerk en borduurkunsten op oefenden. Ze oefenden daar dus zowel borduren op, naaien in kruisjessteek, breilapjes zitten er daarin, allerlei soorten technieken van handwerk. Dat begon ook vaak met alfabet. De letters A tot Z, cijfers die werden geborduurd in kruisjessteek. Heel vaak ook, ja, dat werd in schoolcontext gedaan, dat borduren en dat oefenen in handwerk. Dus vaak zie je ook de naam van de school erop staan. De school, hier staat er bijvoorbeeld Externat Saint-Nicolas Courtrai. De naam van de school werd vernoemd en ook de naam van het meisje dat het gemaakt had. En aan het einde van het schooljaar werden dan eigenlijk al die lapjes, al die verschillende lapjes, al die verschillende oefeningen, in al die verschillende technieken, werden dan aan elkaar gezet. En zo kreeg je eigenlijk een album, noemden ze dat dan. En dat is eigenlijk een overzicht van begin, vaak was dat zelfs van het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar, of van het begin van hun schooltijd tot het einde van hun schooltijd. Een rapport eigenlijk, een... Ja, hoe beter dat het was, hoe meer punten dat ze kregen. Dat was een kunst op zich. Wij hebben in onze collectie zo'n 500-tal ruim geschat. Zo'n merklappen, die worden bewaard in een depot die geclimatiseerd is. En die worden verpakt ofwel vlak, zoals de kleinere formaten, ofwel als het over lange formaten gaat, worden die opgerold op zuurvrij karton. Om dan een beschermlaagje van Tyvek te krijgen.